Vandaag waren we hier samen voor de Belgische studentenkortfilmcompetitie. Competitie waarin er 8 kortfilms deelgenomen hebben. Tijdens de voorstelling zelf ook kon het publiek, en dat is de eerste keer dat we zoiets organiseren, een publieksprijs aanduiden. En die hopen we over een paar minuten bekend te maken. Vandaag is de kortfilmcompetitie, de Belgische studentenkortfilmcompetitie. En ik heb het geluk dat mijn film, mijn eindwerk Blue Monday, geselecteerd is voor deze competitie. Deze selectie is eigenlijk al een overwinning op zich. Het is leuk voor in Kinepolis gedraaid te worden. De zaal was uitverkocht, dus uiteindelijk maakt je wel films voor gezien te worden. Dus op zich is het voor mij al geslaagd en alle rest zou gewoon mooi extra zijn. Hallo, mijn naam is Josje Hendricks. Ik ben een filmstudent aan het Kask hier in Gent en ik heb een series of first films. De film gaat over een jonge meisje in een rijk gezin die op één dag tijd een beetje de scheiding van haar ouders probeert te verwerken. Het is heel fijn om geselecteerd te zijn, ook al was het vrij last minute. Ik vraag niet zoveel van de jury, er zaten veel andere goede kortfilms bij, maar het zou natuurlijk wel tof zijn. Mijn film gaat over twee mensen die eigenlijk niet op hun plaats zijn. Dus het gaat over een verpleger op palliatieve zorg die zich verveelt en gewoon zijn werk en zijn leven een beetje haat. En die moet zorgen voor een patiënt zonder vrienden of familie, omdat die euthanasie krijgt op zijn laatste dag. En ze zitten eigenlijk een beetje met elkaar opgescheept voor de duratie van de dag. Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik had wel veel vrienden bij, maar toch, er was zoveel volk. Dus ja, nee, ik ben heel blij. En wat gaat het doen met je prijs? Ja, ik denk dat ik het in mijn volgende project ga steken, dat we gaan rijden. Oké. Dank u wel. Naast de publieksprijs is er uiteraard ook de prijs van de professionele jury. En in die jury zaten dit jaar Ellen de Waal, een producenten, Chantal Krakowski, Philippe Renard van Wallimage, Raoul Servet, animatiefilmmaker, Chris Lomme, de actrice, Bram Renders, scenarist, Stefan Strekker en de acteur Titus de Voogd.